Goedemorgen, ik werd wakker. Ik denk, wat hoor ik toch? Maar moet dit nou zien. Ze klagen hier over droogte. En dat snap ik, want het heeft weinig geregend. Maar dit is dan wel weer gelijk een beetje veel van het goede. Nou ja. Toast. En dan is het heel mooi daar. Kijk. Veel jonge kraaien. Op een droog plekje. Slim. Oh ja, en het is vandaag 11 juli 2019, donderdag. Ik ben al wakker. Het is nog geen 7 uur. Dat krijg je. Ik heb een video in de edit staan. Ik ben nu bezig met het maken van nieuwe thumbnails. Kun je het zien achter me? Dan denk ik het niet. Ja, nu wel. Dan was ik weer bezig. Dus deze zie je morgen toevallig. Ik loop een klein beetje achter. Dat komt in de vakantie wel weer helemaal goed. Ik ga nog even verder. Tot straks. Nou, ik verdwijn even een paar uur van de radar. Want ik moet een aantal dingen doen. Ik ga naar de jobcoach. En daarna ga ik nog eventjes wat dingen regelen. Die ik niet kan filmen. Dus ik zie jullie rond de middag weer, gok ik. Tot straks. Nou, het is bijna 2:30. De tijd begint op te lopen die ik nodig heb om naar Barneveld te rijden. Dus ik ga vast vertrekken. Liever te vroeg daar en dan daar even. Barneveld is ook op zich een leuk plaatsje om even doorheen te lopen, denk ik. Dus dat ga ik eens even doen. En mocht je in de buurt van Barneveld wonen en me hebben gespot, dat kan dus kloppen. Goed, ik zie jullie later. Zo, en in Barneveld. En voor wie daar woont, ik weet dat er een aantal mensen in de buurt wonen. Je gaat dus een bekende omgeving zien. Ik ga eerst eens op zoek even naar een restaurantje waar ik even wat kan. Of een eetdingetje of zo, waar ik even wat kan drinken. Want ik heb best wel dorst. Net even een kopje thee gedaan en om te laten zien dat ik echt in Barneveld ben, kijk achter me, het gouden ei van Barneveld. Nou, ik zit in de auto voor de Midden-Nederland Hallen en dat is in Barneveld. Lekker windje, want het is hier gewoon bloedheet, 26 graden. Nou, binnen is nu een fit meeting aan de gang en dat kon ik ook wel even, daar had ik geen zin in. Tenminste wel zin in, maar het was zo duur. En over een uurtje gaat de zaal over, dus met een half uurtje ga ik bij de ingang staan. Ik heb lekker een boek mee op mijn telefoon, dus ben ik lekker aan het lezen. Terwijl die opgeladen wordt en ik zit rustig. Lekker in mijn auto wat te drinken en te praten met mensen die voorbij wandelen. Zo kom ik mijn tijd wel door. Nog een uurtje. Hele goede morgen. Ja, het is inmiddels al morgen. Ik heb gisteren niet meer verder gefilmd. Dus mijn camera scheef. Maar
Mijn huis is recht in elk geval. Maar het lijkt, voor mij staat mijn tafel zo. Ik weet niet wat er is. Maar goed. Maar dat hangt wel recht. Goed, het zal mijn optisch bedrog zijn. Ik ben terug uit Barneveld. Het was echt heel erg mooi. Ik kan daar helaas niks van laten zien. Want je hebt gelijk een claim van de EO. En maak het alweer smut aan je broek. Heel terecht. Want ja, zij mochten het filmen. Zij hadden daar toestemming voor. Ik zal vandaag nog even wat plaatsen op Instagram. Maar het was echt super gaaf. Ik heb echt genoten. Ik was om even 11 uur afgelopen. Dat was ook mooi. Maar voordat we daar weg waren, was het gewoon 11:45 of zo. Ja, en toen moest ik nog naar huis. Dus ik was 1 uur thuis. En nu is het 7:30. Zo weer aan het werk. Maar wat was het gaaf. Echt mooi. Het was echt een worshipavond. Dus hij speelde veel oude nummers, maar ook gewoon hele mooie nieuwe nummers. Dus ja, ik heb echt genoten. Nu ga ik lekker ontbijt maken, een hond eten geven, een hond wandelen. En dan op naar de baas. Ik zie jullie in een andere video terug. Die ga ik nu beginnen. Dus dat is een beetje gek. Dus deze video stopt nu. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren. Dat kan hier beneden. Die 1000 jongens, die komt echt heel hard in de buurt nu. Dus ja, de plannen liggen klaar. Alleen die duizend nog even halen. En dan zie ik je morgen terug in een nieuwe video. Kijk je deze video's morgens, hele fijne dag. En kijk je hem 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Doei.